ik ben naar de kapper geweest. Ja. Huh? Naar welke kapper? Naar een kapper, denk ik. Hoi. Goedemorgen. Hallo. Ben je naar de kapper geweest? Ja. Ik zie het gelijk. Ja. Welke kapper? Nou, helemaal kou aan de zeker. Ik zeg, doe maar dezelfde als de vorige keer. Dat is wel heel kort. En een streepje en dan zo. Het is echt heel kort. Maar ik had niet eens, ik was thuis. Oh, er zit helemaal geen haar. Hij was er zo lang bezig, joh. Ik denk, wat is je aan het doen? Dit kwam echt, was dat dezelfde jongen dan? Ja, ik heb het een maand geleden ook gedaan. Ja, toen was het wel goed. Toen was hartstikke goed, toen zei maar ook. Ze zegt, dat was hartstikke mooi. Toen ik mijn auto ging repareren, toen zat het superleuk. Maar ja, dan moet je duidelijk zeggen hoeveel eraf moet natuurlijk. Nou ja, ik zei, weet je wel, ik zei hier kort en dan zo oplopend. Ja, dat is niet gebeurd. Ik zei dan zo, en dan waar hier weet je wel dat het een beetje overheen valt. Ga je lief spelen? Weet je zo. Goed zo. Dus, ja, het was goed. Nou, hij ook, hè? Hij vergeten, weet je wel. Ja. Ik zei, nou, hij wil van de vorige keer. Die is wat, hè? Je weet wel waar je moest zitten, hè? Wij krijgen niemand. Het is vandaag maandag 1 april en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag tweede paasdag. Vanochtend is mijn vader even gezellig langs geweest. Toen wilden we eigenlijk gaan wandelen in een bos. Maar Lef had daar geen zin in, dus we zijn ook weer heel snel teruggegaan. Toen hebben die gewoon ik even wat dingetjes bij de supermarkt gehaald en we even lekker met elkaar wat gegeten. Dus we zitten weer in de auto, want we gaan nu mijn moeder bezoeken. Gisteren waren we met Tyrus en moeder. Nou, vanochtend met mijn vader. En dan nu vanavond dus met mijn moeder. Allemaal voor Pasen. Lef zit achterin. Die gaat even soepstengeltjes eten. Maar deze week neem ik jullie weer gezellig mee. Als jullie deze vlog zien, ben ik al 40 weken zwanger. Misschien dan is er een grote kans dat ik al bevallen ben. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het is 2 april. Ik was eerst een beetje dat ik dacht, dadelijk wordt de baby op 1 april geboren. Maar dat gaat ook niet meer. Voor de rest heb ik echt geen datums dat ik denk, liever niet in april. Nou ja, liever eigenlijk niet 20 april, want dat duurt nog heel erg lang. Maar ben je lekker aan het eten? Ja. Ja. Ik hoop natuurlijk wel zo snel mogelijk. Op het moment dat ik dit film ben ik volgens mij 38 weken en 5 of 4 dagen zwanger. Elke donderdag komt er bij mij een week bij, dus donderdag 39 weken. Maar als jullie deze vlog zien is het alweer een week verder. Dan ben ik alweer 40 plus 1, wat zei ik gisteren ook al. Ik heb weer lekker slecht geslapen. Ik moet sowieso wel echt 6 keer per nacht plassen. Maar gewoon op een gegeven moment als ik dan een keer moet plassen en het is weet ik veel rond een uur of 3:30. Ik kan gewoon niet meer slapen. Ik heb urenlang in mijn bed gewoon klaar wakker gelegen. Gewoon totaal geen slaap. En dat heb ik de hele tijd. Jullie weten wel dat ik gewoon heel veel energie heb en een bezige bij ben. Als ik gewoon weinig doe in mijn leven, nou, dan slaap ik gewoon echt totaal niet. Ik ben ook iemand die bijvoorbeeld geen enkele keer in de middag zou gaan slapen. Dat kan ik helemaal niet. Iedereen is van doe rustig aan en zo. En dat doe ik ook echt. Daardoor slaap ik nu zo slecht. Vandaag heb ik ook weinig te doen op het kantoor. Want ik koop natuurlijk niks meer in. Het enige wat ik heb gedaan is die playsuits bijbesteld. En er zijn een aantal meiden die hebben al 1,5 week geleden een bestelling in plaats van die playshoot op een pre-order. En het komt deze week pas binnen. Dus dat is het enige waar ik nu heel erg mee zit. Van ik wil dat nu inpakken. Maar dat gaat niet. Want het komt waarschijnlijk of morgen of overmorgen binnen. Dus laten we hopen dat het morgen komt. Ik hoopte eigenlijk dat het vandaag kwam. Maar ja, het komt niet vandaag. Dus helaas. Dan ga ik deze ochtend denk ik ook niet naar het kantoor. Want dan zit ik daar een beetje vooruit te staren. Dat heeft toch geen zin. Dus dan ga ik gewoon heel de ochtend editen. Want dat kost mij heel veel werk. Dus daar ben ik sowieso al dagen mee bezig. Dus dan ga ik gewoon als Lef naar de peuterspeel. Ze gaat de hele ochtend editen. En ik wil eigenlijk deze kast even uitzuigen. Want als ik al deze spaandels zo omhoog haal, dan liggen er heel veel kruimels. Dus ik denk dat ik dat ook maar even ga doen. Ben je zo lekker aan het eten? Ja. Lef heeft helemaal weer zin om weg te gaan. Ik zei, we gaan helemaal doen. Zij die paaseieren zoeken. Nou, vorige week heeft hij natuurlijk paaseitjes gezocht op zijn school. Maar ik zeg, ja, de paashaas is weg. Het is geen paasen meer. Maar dat vond hij zo leuk om te doen. Dat hij erover begint. Wat ga je allemaal doen op school? Kleuren. Kleuren? En wat nog meer? Ga je blokjes bouwen? Ja. En met andere kindjes ook spelen of niet? Nee. Nee, dat niet hè? Nee, dat doe jij nog niet zo graag hè? Maar dat hoeft ook niet, zegt de juf. Ze zegt dat heel veel kindjes dat pas doen als ze 3 jaar zijn. Yes. Tigo die brengt Lef eigenlijk altijd weg. En ik haal hem echt 9 van de 10 keer op. Ik ga even lekker teringen zo. Ik was even bezig met de wasbak schoonmaken. Ik heb daar gewoon alles reiniger in gedaan. En dan ben ik lekker heel de wasbak aan het schrobben met dat ding zo. Ruikt ook lekker.
vaatwasser heb ik alweer ingeruimd en uitgeruimd. Dus die gaat dicht. Dit zijn echt de standaard dingen als ik wakker word. Maar goed, ik ga even die lade uitruimen. Want het mag wel weer eens een keer. Want ik weet niet hoe het kan, maar er liggen elke keer gewoon kruimels in. Heel vaak doe ik het al met mijn vinger eruit halen. Maar ik moet even goed uitzuigen en dan even een doekje erdoorheen. Ik neem gewoon per la. En dan leg ik het gewoon allemaal hier. Deze valt wel mee, maar toch altijd wel wat kruimeltjes. Een doekje erdoorheen. Deze la. Wat een kruimels. Wat een zooi ook. Tigo die heeft echt zoiets van, hoezo zou je dat doen? Hoezo zou je dit uitzuigen en zo? Zo, ik heb echt zoiets van, hoezo zou je dit zo vies achterlaten? Maar goed, dat is het verschil met een man en een vrouw misschien. Ik lijk een spook. In ieder geval, ik heb gegeten en ik ga nu naar boven. En ik heb maar even besloten om me sowieso op te maken en mijn haren te gaan feunen. Ja, weet je, ik merk gewoon echt dat als ik gewoon mezelf een beetje leuk aankleed en verzorg. Nou ja, leuk aankleed, ik kan bijna niks meer aan. Dus daar ben ik ook wel een beetje klaar mee. Maar gewoon, al doe ik mijn haar even mooi en zo zie ik er wat mooier uit. Dan heb ik ook veel meer ja, zin in de dag, want ik heb er eigenlijk helemaal nergens zin in. Maar ik wil gewoon van alles doen. Want ja, je kent me. Dus ik ga nu even met de Dyson mijn haren feunen. Ik heb even lekker mijn haar gefeund en ik ben altijd binnen 10 minuten klaar met die Dyson. Ik pak best wel grote plukken en ik doe dat dikke opzetstukje erop en ik ben echt zo klaar. Het is echt een beetje zo'n lekkere blow-out look. Ik ga er niet te veel aan zitten, want het zakt vanzelf ook wel uit. Ik heb er wel een beetje droog shampoo in gedaan, want dan blijft het gewoon wat beter zitten. En ik heb ook een klein laagje make-up op gedaan. Niet te veel, maar gewoon een beetje. Dus ik voel me weer helemaal, nou ja, ik voel me eigenlijk van binnen heel moe en gaar. Maar ik zie er in ieder geval weer beter uit dan net. En ik heb trouwens mijn borstels en lefse kam in een emmertje met shampoo gezet. Want ik wilde die even schoonmaken ook. Ik wil ook vandaag nog even de was aanzetten met ons dekbed ook. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is nu 10:30 ochtends. En ik ben eindelijk weer op het kantoor. Het voelt alsof ik hier heel lang niet ben geweest. Ja, de laatste keer was vorige week. In ieder geval, eindelijk zijn de katoenen playshoes allemaal binnen. En ook die leuke strikjestopjes met panter. Dus ik kan eindelijk alle bestellingen gaan inpakken. Want ik had ze op pre-order gezet. Dit houdt dus in dat je het vast kan bestellen. En dat het dus op een later moment wordt verzonden. En ik heb ook nog andere leuke setjes besteld. Want ik dacht van ja, weet je, dat is best wel zomers. En dan heb ik ze vast. Deze doos weegt echt 35 kilo. Dus het is echt super zwaar. Dus Tigo is even meegegaan. En gaat nu even met Lef ergens zitten. Dat kan drinken en spelen. En als ik dan klaar ben, kom ik terug. En dan gaat hij hier weer heen. En dan ga ik weer naar huis met Lef. Kijk, dit zijn dus die leuke playsuitjes. Dit is dus een broekrokje met zo'n blouse aan vast. De populairste kleur is trouwens kaki. Die vinden jullie het allerleukst. Die is het meest besteld. Dit is dus de kaki. Ik heb echt heel erg tegengelegd. Beige.
Babyblauw. Wit. Deze heb ik nu trouwens ook binnen. Van die playsuits met panterprint. Dat is natuurlijk ook echt super leuk. Ik weet niet of jullie het weten, maar dat is echt weer helemaal een trendje. Ik vind het zelf echt mega leuk. Dus in het panterprint heb ik ook weer die leuke strikbloesjes. En deze zijn dus nieuw. Dat is dus een blouse in combinatie met een broekrokje. Dus dat is echt heel erg leuk. Want dan kan je dat broekrokje ook gewoon met een ander topje aan. Of dat blouseje met een ander item. Maar ik ga het wel set verkopen. Maar ja, je kan het dus ook gewoon met andere dingen combineren. Dus dat is heel erg leuk. En die heb ik even in 3 kleuren besteld. Ik heb ze dus in kaki, wit en in zwart. En als het een beetje loopt, kan ik altijd nog andere kleurtjes doen. Maar dit is echt super leuk. En het is dus van katoen gemaakt. Maar goed, ik ga nu snel mijn labels uitprinten en inpakken. Ik heb inmiddels alles ingepakt, zoals je ziet staat Lef daar met Tycho. Want we gaan nu even wat met elkaar eten en dan ga ik weer naar huis en dan blijft Tycho hier. Kijk Lef lopen. Zo schat. Kijk. Maar goed, we hebben even tosti's besteld. We gaan allebei een tosti delen en ik heb lekker ijskoffie en Tycho heeft lekker een smoothie. Tosti is er ook. Ja. Het is 3:15. Ik ben alweer een tijdje thuis. En Tycho komt ook naar huis. Want ik heb een controle bij de verloskundige. En Lef die ging niet slapen. Want die had weer een poepje in zijn bed gedaan. Dat gebeurt echt bijna elke dag. En dan wil hij niet meer slapen. Tenminste, dan zou hij misschien een keer om 3:30 slapen. Want alleen, dan doen we hem liever om 7:00 naar bed. Want hij moet morgen naar de peuterspeel zijn. Dan moet hij best wel vroeg zijn bed. Dus ja, dan maar een keer niet slapen. Heb jij een kaaskrekker? Ja. Twee zelfs. Kijk. Maar Tycho zei ja, dan kunnen wij net zo goed even mee. En toen dacht ik ja, nou misschien is dit wel de laatste controle. Want ik ben morgen 39 weken zwanger. Dus ja, je weet het niet. Ik hoop het eigenlijk wel. Vrouw. Dat is mijn vrouw, hè? Nou, wacht, hoe bedoel ik? 160 is voor mijn nek. Oh ja. Dat is prima. Dat hij juist nog hoger is gaan liggen, nou, dan is hij waarschijnlijk gewoon gegroeid. Maar gewoon, dat ik denk, hij zit bijna in mijn ribben of zo ineens. Het zit ook vrij veel bij. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je je ribben moet. Ja, dat heb ik wel echt nooit gehad. Maar die was ook helemaal niet groot natuurlijk. Dus. Ziet er ook zeker aan. Het is een baby. Ja, naar de baby aan het voelen. Hij draait super veel. Ja, hij kan gewoon rond de as draaien. Ja. Mag je eens even jouw benen optrekken? Ja. En dan inhalen ofzo. Ja, oké. Goed inhalen en dan helemaal uitdraaien. Ik stel jouw bek op. Ja? Ja, maar kan nog een klein beetje in de weer wiebelen. Ja. Maar het ligt wel gewoon in jouw bekken. Dus okay. Het zit er niet boven. Nee. Dus het is voldoende inderdaad. Oké. Ja. Om mijn oog. Goed voor de masker. Dat is het hartje van jouw broertje, Lef. Ja. Dat is de baby. Ja. Mooi, hè? De boodschappen zijn bezorgd. Ja, geen bijzonderheden. Ik weet niet wat ik verder nog moet vertellen. We hebben groentewraps, verse tagliatelle, kipfilet, kipsnitzels, buffel, mozzarella 2 keer. Lekker verse dadels, jerseymelk, een kwarkje, kokeroom, Griekse yoghurt en optimaal yoghurt met aardbei en kipreepjes, ijsbergsla, avocado, soepballetjes, filet americain, cherry tomaten, jubels, persik mango thee, ontbijtkoek,
tomatenpuree, schoonmaak azijn, bananen, tomatenpuree, basilicum en dan nog één tassie. Ik heb paprika's, we gaan dus tomatensoep eten en ik dacht ik doe ook even paprika's bestellen en dan kunnen we die er nog extra groente in doen. Figuur, vermicelli, tomaten, brood, hagelslag en als laatste schoonmaakdoekjes. Nou, dit was het allemaal alweer. Het is vandaag donderdag. Het is 6 uur 's ochtends en ik ben alweer sinds 3 uur 's nachts wakker. Klaar wakker. En nu had ik echt zoiets van ik ga eruit, want ik kan gewoon niet meer slapen. Ik heb dus echt de laatste tijd heel erg vaak dat ik gewoon ineens 's nachts klaar wakker lig. En dan probeer ik niet op mijn telefoon te gaan, want het werkt averechts. Maar uiteindelijk ga ik toch op mijn telefoon, omdat ik gewoon echt niet weet wat ik moet doen. Dan leg ik hem weer weg, dan probeer ik weer te slapen. Ik heb super veel dorst, ik heb honger en ik kan gewoon niet slapen. Ik ben gewoon echt klaar wakker. Thee gezet, ik heb kamillethee, gewoon even om te ontspannen. En ik heb lekker een schaaltje met Grieks yoghurt. My muesli en aardbeien, want ja, ik heb gewoon echt heel erg veel trek. En ik kan echt niet wachten tot de lesstraks gewoon wakker wordt. Maar dat duurt nog 2,5 uur waarschijnlijk. Maar ik weet ook gewoon niet wat ik moet doen, want normaal gesproken zou ik denken ik ga mijn vlog editen. Nou, omdat ik dus veel meer thuis zit, heb ik die ook al af nu. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik wil gewoon bevallen, dan heb ik wat te doen. Ja, dit klinkt echt heel erg stom. Maar op dit soort momenten denk ik echt, ik kan me beter gewoon nu bevallen, want nu heb ik tenminste nog energie. Op zich voel ik me nog best prima hoor, maar het is meer, ik ben super ongeduldig. En ik zit maar af te wachten en elke keer hoop ik, oh gaat het vanaf beginnen? En dan is het weer een dag voorbij. Ik denk, nee, het is niet goed. En dan zou je denken, het duurt geen weken meer. Maar het kan oprecht nog weken duren, want ik ben nu 39 weken. Het is inmiddels bijna 9 uur. Lekker regenachtig weer. En toen ik vannacht niet kon slapen, dacht ik, hey, ik heb zin in een massage. Wat zie ik eruit? Een zwangerschapsmassage uiteraard. Dus ik ging even kijken wat hier in de buurt zit. Nou, ik dacht, niemand heeft plek. Maar er was bij één praktijk een uitvaller. Dus ik ga daar nu heen, want ik had echt heel erg zin in een massage. Gewoon even lekker ontspannen liggen. Levens naar de peuterspeelzaal. Tigo die heeft een meeting. Het regent. En ik ga daar dus heen. En daarna wil ik naar het kantoor. Ik zit in de auto. Het is 11:15. En ik heb zo'n fijne massage gehad. Echt. Het voelde alsof ik half aan het slapen ben. Gewoon zo zen was ik. Echt, ik had gewoon kunnen slapen daar. Het lag zo lekker. Die massagestoel zelf was gewoon verwarmd. Die vrouw deed precies wat ik wilde eigenlijk. Ze was constant bezig met mijn rug. En ik heb heel veel spanning in mijn rug. Ze zei ook echt, je hebt zoveel stress volgens mij. En je hele rug zit vast met knopen. En dat is ook echt zo. Ik ben gewoon echt een stresskip. Ik heb natuurlijk ook best wel veel onder het leden gehad. Mijn hele leven eigenlijk al. En dat uit zich heel erg in mijn rug en nek. En op het moment dat ik er gewoon een beetje gestrest word of moe, dan krijg ik gewoon rugpijn. Dus dat voelde ze ook echt. Het was zo fijn dat ze het lekker aan het losmasseren was. En het was natuurlijk een zwangerschapsmassage, dus ik lag op mijn zij. En dat ging allemaal gewoon hartstikke goed. Maar ik heb even koffie. Ik moet goed drinken vandaag. Ja, natuurlijk eigenlijk geen koffie. Water. Ik heb ook water. Maar ik moet echt koffie. Want ik kan mijn ogen gewoon niet open houden. Ik ben nu bij het kantoor. Want ik ga even wat dingen inpakken. Daar heb ik ook echt zin in. Achterin staat een doos met allemaal tasjes die nog geleverd zijn. En ik blijf hier echt misschien maar 3 kwartier. Dan ga ik Lef alweer ophalen. En dan vanmiddag gewoon lekker rustig aandoen. Het is inmiddels 6 uur 's avonds. Maar ik ben Lef gaan ophalen. Toen ben ik naar huis gegaan. En het duurde heel lang voordat hij sliep. En toen hij eindelijk sliep om 3 uur, toen ben ik in bad gegaan. En heb ik mijn haar gewassen. Ik had het al een paar dagen geleden ook al gewassen. Maar ja, ik was naar de massage gegaan. Mijn hele haar was olie en vet. Ik dacht, ja, dit vind ik helemaal niks. Dus ben ik maar in bad gegaan. Want ik ben zo moe, dus ik kon ook echt niks doen. Ik heb net even lekker gekookt. Die is naar thuis. En we gaan even lekker eten. We eten een lekker pastaatje. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Oeh. Wat een bord vol. Dat is lekker, hè? Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb eindelijk weer lekker geslapen vannacht. Ik moest er natuurlijk wel weer een paar keer uit om te plassen. Maar ik heb gewoon tot 1:30 geslapen vanochtend. En ik ging op tijd naar bed. Dus ik ben echt weer helemaal mezelf. Ik heb weer lekker make-up op gedaan. En ik kan er weer tegenaan. Dus als ik nou zou bevallen, zou ik dat echt super fijn vinden. Ik was echt heel erg bang dat ik misschien vannacht of gisteravond zou bevallen. En dat ik dan totaal geen energie zou hebben. Ik dacht, dat kan ik gewoon echt niet aan. Dus ik ben blij dat ik weer uitgerust ben. En hopelijk blijft het nu eventjes zo. Ik zat net dus op de wc. En ineens voel ik een soort plop. En ik kijk zo en volgens mij ben ik de slijmprop verloren. Nou, ik weet niet of het iets zegt over dat de bevalling dan
ZSM gaat beginnen. Maar bij een vriendin van mij is het de volgende dag begonnen. Dus ja, ik sluit het ook niet uit. Ik ben nu 39+1 en mijn lefwerk bevallen met 39+5. Misschien beval ik wel weer met 39+5. Misschien gebeurt het wel deze dagen. Het zou me aan de ene kant ook niks verbazen. Maar ik hou maar gewoon in mijn achterhoofd dat het ook nog een tijdje kan duren. Want anders maak ik mezelf weer helemaal blij met niks natuurlijk. Vanmiddag ga ik even gezellig naar Kimberly. Wij zijn op kantoor. Het regent echt super hard. Maar in ieder geval, ik ga even één bestelling inpakken. Want ik heb één bestelling. Dus ik wil die natuurlijk nog wel even inpakken. Want voor hetzelfde geld beval ik wel echt deze dagen. En dan moet die persoon ineens langer wachten. Zij heeft twee leuke katoenen setjes besteld. Kijk, dat is dit setje dus. Dat is een broekrokje inclusief zo'n blouse. Dus dit is als set te koop. Ik heb die dus ook nog in het wit en in het zwart. Ik ben zelf echt fan van wit. Maar kaki is natuurlijk ook mega leuk. Mijn lef zit dus even een filmpje te kijken. Want we gaan zo gelijk door even naar de stad. Gaan we even wat drinken in een cafeetje. En dan ga ik daarna door naar Kimberly. Maar misschien wordt het laatste uitje met z'n drieën. I don't know. Wij zitten leuk in een kindvriendelijk cafeetje. Lef, die heeft lekker fruit. Dankjewel. En ik heb bananenbrood. Sigo heeft appeltaart. En we hebben een cappuccino. Heb jij lekker een boterhammetje met pindakaas? Ja. Ik heb nog even lekker een gember sinaasappeltje. En Tiro heeft lekker een cola. Ik ben aangekomen bij Kimberly. Het is bijna 14:45. Ik heb echt super lang in de file gestaan. Want er was een ongeluk gebeurd. Maar Sen en Luca zijn lekker beneden. En Levi gaat nu naar bed. Oh, wat goed. Ga je staan? Sen en Luca die doen nu dus staan. Tenminste, ze trekken zich overal aan op. Dat vind ik zo schattig om te zien. Want de vorige keer toen ik hier was, deden ze dat nog niet. Zo lief deze fase. Hallo, Luca. Gaan jullie lekker spelen samen? Dat is zo gezellig. Zo lief. En ik vind hun nog zo klein. Maar dadelijk heb ik een baby. En die is dan ineens de helft. Kijk, nu gaat hij staan. Oké, nou, ik ga er inmiddels alweer vandoor. Jullie hebben Kimberly nog helemaal niet gezien. Maar wanneer denk je dat ik ga bevallen? Je dacht eerst, wanneer dacht jij nou? Eerst 3 april? Ja, 3 april. Ik ben echt benieuwd. Maar dit is sowieso de laatste keer. Ja, dit is de laatste keer. En dit is misschien ook de laatste vlog zonder baby. Nou, misschien wel. Ik denk het wel. Ja, ik denk want niet dat het nog een week duurt. Nee, anders zou ik echt 41 weken zijn. Nee, ik schat niet gehoord. Dus dit is sowieso. Ik heb het al vanaf het begin gezegd. Nee. Dat gaat echt niet gebeuren bij jou. Nee. Over de 40 weken. Nee, ik hoop het niet. Dat denk ik echt. Tigo ook in met z'n 42 weken. Ik denk voor de 40 weken. Dus sowieso binnen nu een week is het er. Maar ik denk dit weekend. Ja, ik hoop het. Dat zal leuk zijn. Het is inmiddels 9:15. Wij hebben Lef afgezet met Tigo zijn moeder. En we gaan nu samen lekker wat eten. Nou, we zitten dus bij een tapas restaurant. Dus we hebben echt van alles wat. Maar ik heb nu in ieder geval iets van een crème brûlée van geitenkaas. Kijk hoe cool. Het ziet er heel mooi uit. Ja, dat is geitenkaas. Het lijkt wel een toetje. Een kaaskroketje gaan we delen. En de gyoza gaan we delen. En Tigo heeft ook iets van. Stroopwafel. Oh, lekker. Is dat een stroopwafel? Denk het niet hoor. We hebben hier nu een Caesar salade. Iets met scampi's, asperge en calamari. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik had echt het idee dat het zondag was. En er is nog steeds geen baby. Ik hoopte het echt. Ik dacht, Lef is er niet. Dat is een perfecte timing, hoeven we niemand te bellen, betreft Lef. Maar hij zit nog steeds in mijn buik. En gisteravond voelde ik me ineens weer helemaal niet lekker. Dus ik dacht, oh, de bevalling begint misschien. Maar dat was gewoon weer omdat ik te veel had gegeten. Want dat had ik natuurlijk een paar weken geleden ook. Toen waren we uit eten gegaan met Kimberly en Jouke. Toen was dat ook tapas. Had ik ook te veel gegeten. Was ik ook ziek. Dacht ik ook, oh, ga ik bevallen, weet je wel. Dat was het niet. En jij was ook niet lekker, zei je. Ja, lekker niet. Gewoon te veel gegeten. Ik had zoveel maagzuur, ik had al kunnen overgeven. Dus ging ik weer aan de rennies en toen heb ik wel weer geslapen. Nou, ik werd echt om 7:00 al wakker. Maar het is echt super lekker weer vandaag. Het zonnetje schijnt, de temperatuur wordt lekker, het wordt 24 graden. Het is natuurlijk in de ochtend nog geen 24 graden, maar het is echt al wel bijna 18 graden. En dat voelt gewoon ineens zo zacht. Dus ik ben helemaal vol goede moed opgestaan. Maar er is echt een voordeel aan bijvoorbeeld zwanger zijn in de zomer. Dat is dat je gewoon veel leukere jurkjes en zo aan kan. Want ik draag echt elke week hetzelfde. Ik word er echt een beetje moe van. En nu wordt het lekker weer vandaag. En dacht ik, oh, ik heb eigenlijk even iets anders aan. Dus ik heb even mijn zomerkleding van de kast afgepakt. En ik heb echt een leuke felle kleur jurk aan. Ik vind het helemaal gezellig. Ik voel me gelijk ook veel beter. Nadeel van zwanger zijn in de zomer is dat het ook heel warm kan zijn. En dat is echt niet te verdragen als je zwanger bent. Want van Lef was ik natuurlijk ook zwanger in de hoogzomer. En toen het zo warm was, nou, het was echt niet te doen. Maar als je nog in de lente of zo zwanger bent, is het natuurlijk wel heel leuk. En nou ja, misschien wordt hij wel vannacht geboren. Ik weet het niet. Het kan elk moment gebeuren, maar het kan ook nog een tijdje duren. Ik word er een beetje ongeduldig van.
ik moet het uit mijn hoofd zetten. Maar kijk, ik heb dus deze jurk aangedaan. Deze heb ik een keer gekocht bij de Zara, echt al jaren terug. Maar ik heb zo'n soort gelijke jurk gezien voor mijn webshop. Dus als ik dan bevallen ben na een tijdje, dan ga ik denk ik zo'n jurk erop zetten. Want ik vind het zo leuk, zo'n kleurtje. Maar dadelijk heb je natuurlijk ook weer allemaal foto's van mij op de site zonder buik. Want ja, ik ga pas weer een nieuwe collectie plaatsen als ik geen buik meer heb. Als ik ben bevallen. Wat? Ja, ik neem wel voor de zekerheid mijn jas mee, denk ik. In ieder geval, als ik dus ben bevallen, wil ik weer nieuwe collecties plaatsen. En dan zal ik ook weer heel veel van die soort perfect dresses met ja, zulke soort bandjes en zo gaan uploaden voor de zomer. Dus dat is natuurlijk heel mooi als je niet zwanger bent, maar ook als je wel zwanger bent. En dan denk je misschien, hoe weet je nou weer of je het aan kan als je zwanger bent? Maar dat weet ik echt, want als een jurk gewoon heel veel stretch bevat van een zacht materiaal is gemaakt, dan weet ik, dit is preggy proof. Want ik ben twee keer zwanger geweest. Ik weet inmiddels echt wel wat je wel en niet aan kan. Dus dan zie je uiteindelijk natuurlijk foto's van mij weer met een buikloze postuur. Tenminste, ik zal nog wel een buikje hebben. Maar je snapt wel dat ik niet zo'n grote zwangere buik na een paar maanden nog heb. Maar dan zet ik die jurken wel in de categorie preggy proof als ze preggy proof zijn. Dus mocht jij nou zwanger zijn en je bent ook nog zwanger in de zomer, kan je alsnog lekker bij mij shoppen. Want ja, de categorie preggy proof blijft gewoon bestaan. En daar zal ik dan gewoon items in plaatsen die dus ook geschikt zijn. Zulke soort jurkjes bijvoorbeeld wil ik dus ja, ook lekker op gaan focussen. Net als de perfect dresses. Maar kijk even. Ja, dit is toch helemaal fantastisch. Ik ben zo blij vandaag. Dus daarom denk ik ook, oh, als ik dan vanavond ga bevallen of vannacht, zit ik helemaal goed in mijn vel. En dat zou echt top zijn. Maar wij gaan dus even gezellig samen naar Breda. Dat was mijn idee om even lekker te ontbijten samen. We gaan bij een tentje zitten waar ze van die lekkere smoothiebols hebben. Nou, ik vind dat heerlijk. En dan gaan we daarna lekker de stad in. En dan halen we Lef rond begin de middag weer op. Wij zitten echt in een superleuk tentje. Hier zaten we pas ook met Lef. Maar dat was even een andere koek. Nu kunnen we lekker rustig zitten. Ik heb lekker een cappuccino met vanille siroop. Oh, dankjewel. Dankjewel. En lekker water. En we hebben dus allebei zo'n smoothie bowl. Maar wat had jij nou met matcha, hè? Dat heb je nog nooit op. En ik heb met acai. Kijk even hoe mooi dit eruit ziet. En echt super lekker. Dit is dus de acai bowl. En dit is de, wat was het ook alweer? Matcha. Ik ben daar ook wel echt benieuwd naar of je dat echt proeft of zo. Dat is helemaal een trend, hè? Dat matcha. Heel smakelijk. Wij zijn inmiddels in de Zara. Nou, voor mezelf ga ik niet kijken, want ik wacht lekker tot ik ben bevallen. Maar ik heb voor Lef wel een heel leuk shirtje. En Tigo heeft ook weer wat. Kijk, we hebben deze voor Lef. Ik wilde natuurlijk eigenlijk maar 92. Maar Tigo zegt, dit past die prima. Die 86. Maar ik zeg, we bewaren de bon wel voor het geval dat. Maar ze hadden geen 92. Maar ik vind dit wel erg leuk. Maar echt die buik, jongens. Ik sta echt op ontploffen. Mijn navel, die plufte ook helemaal uit. Of die poefde er helemaal uit. Ja, ik vind dit heel leuk. Het is dus zo'n 100% linnen broekje met een blouse. Ja, ik vind het echt heel leuk. Dit is toch hartstikke leuk? Sta eens normaal. Nou, ik vind het helemaal niet gek. Wacht even. Nee, ik vind het echt wel leuk. Het is inmiddels 4:30. We zijn alweer een tijdje thuis. We hebben Lef opgehaald en is naar bed gegaan. Nee, hij heeft niet geslapen, want hij had weer in zijn wedstrijd POEP gevoegd. Wij hebben lekker de tuin een beetje onder handen genomen. Dus onkruid weggehaald, dingen schoongemaakt, geveegd, speelgoed uitgesorteerd. En we gaan nu even naar de Action om nog wat dingen voor de tuin misschien te halen. En even naar de supermarkt. Dus dat hebben we eigenlijk de hele middag gedaan. Lef die heeft lekker een korte mouwen shirt en broek aan. Alleen die broek die zakt helemaal van zijn kont af. Nou, maar goed, het is sowieso een te groot pakje hoor. Maat 92 is wel oké aan de bovenkant. Alleen, Lef, hier blijven. Alleen qua broek is het gewoon echt geen, ja, hij heeft gewoon geen 92 aan de onderkant. Dus dat zakt gewoon echt van zijn kont af. Papa. Europapa. Europapa. Nou, we rijden nu lekker met het dakje open. Dat is heerlijk, hè? Zo lekker. Echt, het moet elke dag dit weer zijn. Dit is zo goed voor de mens. Nou, we gaan even bij de supermarkt eten. Want je kan hier dus zo'n vers buffet pakken. Dus dat is best wel lekker. Het is een beetje Chinees-Aziatisch. Wij zijn inmiddels weer thuis. Ik ga jullie even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Nou, de rest staat in de gang. Maar als eerst hebben we dit gehaald bij de Action for Lef. Een soort gereedschapsgedoe. Want hij is nu ineens helemaal van het gereedschap en van de schroefjes en zo. Dus ik dacht, dit is wel heel leuk voor hem. Ik heb een nieuwe Fabuloza gehaald. Dus vind ik echt heel erg lekker ruiken. Dat is die bubbel pun. Een karaf voor in de koelkast. Want ik vind het wel lekker om daar gewoon ja, water in te doen met wat citroen of zo en lucht. Schoonmaakje, kaas. Twee keer van die color catchers. Een zakje M&M. Muntplakband. Citroentjes. Pinda rotjes. Dan hebben we nieuwe kussentjes voor op de bank. Want die anderen waren echt een vervanging toe. En die konden niet gewassen worden. Kijk, we hebben zo'n terracotta kleur. Ik wilde eigenlijk een felle kleur, maar die hadden ze niet. Een nieuw opzetstuk voor mijn dweil. Een glasdoek. Reft. Vlekpoeder. En snoep de maakjes. Nou.
Goedemorgen, het is vandaag zondag 7 april en er is nog steeds geen baby bij ons, tenminste hij zit nog steeds veilig in de buik. Ik hoop dus erg dat het dit weekend ging gebeuren, ook gewoon ja, file technisch zeg maar. Want ik ga natuurlijk in het ziekenhuis bevallen en we hebben ook een geboortefotograaf en die komt vanuit ja, een beetje richting Antwerpen. En als het dan door de week bijvoorbeeld 's ochtends vroeg is, dan zitten we dus echt met die files. Dus dat is een beetje het ding waar ik tegenaan loop. Zit je in het huisje? Ik ben boven. Oh? Ik ben boven. Ja, maar goed, het kan ook nog vannacht. Het kan elke dag. Maar ik heb nu het idee dat het juist nog even duurt. Ik denk echt volgend weekend pas zo. Maar ik ga nu echt proberen het een beetje aan mijn hoofd te zetten. Want ik ben er ook echt te veel mee bezig in mijn hoofd, merk ik. Dinsdag ben ik 39,5. Dat is de termijn dat ik met lef ben bevallen. Vaak zie je dus dat een tweede juist wat later geboren wordt dan een eerste kindje. Dus daarom denk ik dat weekend. Maar we zijn even naar Breda gegaan. We zitten weer in een cafeetje waar Lef lekker kan spelen. Gaan we lekker koffie drinken en dan gaan we straks nog een stukje wandelen. Want als ik alleen maar thuis zit, dan duurt de dag al helemaal lang. Ik kan het al helemaal niet aan mijn hoofd zetten. Ga je glijden, Lef? Kijk, we zitten lekker buiten. Hier heb je ook nog zo'n speelhuisje. En hier binnen kan hij dan ook nog lekker spelen. Goed zo! Ik heb lekker een ijslatte. Tigo heeft een cappuccino en Lef heeft lekker een bakje fruit. Wij zijn nog even naar het park van Breda gelopen. Of nou ja, gereden. En Lef zit nu op een wip. Dat al die kindjes is hem aan het duwen. En hij vindt het helemaal leuk. Het is zo lekker weer. Heerlijk. Echt, hij ging net even op zijn loopfietsje. Het is echt helemaal lekker dit. Het was elke dag maar dit weer. Je ziet het ook echt dat er veel mensen buiten zijn en zo. Is het leuk? Nog een keer. Ja, we worden wel vermaakt door iedereen vandaag, hè? Wij zijn alweer een tijdje thuis. Lef die ligt lekker te slapen. Tigo is aan het sporten. Ik heb net lekker even in de tuin gezeten in het zonnetje. Maar ik heb het echt best wel snel warm. Dus ik ben weer naar binnen gegaan. Ik heb even weer lekker zo'n kan gemaakt met wat limonadesiroop. Citroentjes, munt, mango heb ik erin gedaan. En ook nog ijsblokjes. Dus dit ga ik zo lekker drinken. En dan ga ik denk ik even editen buiten. Want ik weet niet wat ik anders moet doen. Maar ik kan zo genieten van dit weer. We hebben gisteren dus heel die tuin helemaal netjes opgeruimd en schoongemaakt. En ja, dat is ook gewoon super lekker. Ik heb ook al die kussentjes dus binnen en buiten gewassen. Deze was nog nat, maar die is nu droog. Dus die ga ik omheen doen. Ruikt lekker. Want die beige kussentjes, die zijn dus afritsbaar. Maar die zwarte die we hadden niet. En die waren gewoon echt een beetje viezig en verslons. Dus ik heb ze maar buiten gelegd. Ik merk wel echt dat mijn lichaam gewoon echt pijn doet. Omdat ik gisteren gewoon urenlang non-stop bezig ben geweest in de tuin. Om alles schoon te maken, op te ruimen en weet ik het wat allemaal. Nu heb ik gewoon echt super veel pijn aan mijn kont en mijn benen en zo. Mijn bekken dus gewoon. Dus ik kan nu echt niet lichamelijk weer van alles doen. Want dan kan ik oprecht niet meer lopen. Want ik heb nu gewoon al moeite als ik dan zit om op te staan. Dat is echt erg. Ik moet me echt ergens aan vasthouden, anders val ik gewoon om. En dat kan natuurlijk niet, want ik moet wel een beetje vitaal zijn als ik ga bevallen. En je weet niet wanneer dat gebeurt. Kijk. Helemaal leuk. Dus ik zet ze weer even terug. Hier staat normaal natuurlijk een bankje. Maar die had Tigo daar even neergezet. Zodat ik even in de zon kon liggen. Maar ja, ik heb het dus alweer heet. Maar deze hele vlonde was ook echt verkleurd. En er lag allemaal groen alg. We hebben dat allemaal weggehaald. Dus daar ben ik super lang mee bezig geweest. Al het onkruid weggehaald. Lekker geveegd. Heeft ze speelgoed gesorteerd en opgeruimd. Dus ja, het ziet er nou weer rommelig uit omdat die bank daar staat. Maar het is echt wel gewoon goed schoon. Ook deze stoelen allemaal schoongemaakt. Heb ik echt alles schoongemaakt. Dus dat is echt, ja, ik vind dat heerlijk. En dan is dit alweer het einde van deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vond je hem nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. Hij heeft een beetje een apart einde. Maar ik had gewoon weinig energie die dag. Want ja, hoogzwanger zijn is niet niks. En soms heb je gewoon weinig energie om van alles te doen. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!